Het vraagvuurteam staat hier in de stralende lentezon. In een eeuwenoud stukje van Amsterdam. Een van de meest gefotografeerde stukjes en een van de meest bezochte stukjes van Amsterdam. En het geweldige is dat je iedereen hier gewoon ook met de auto doorheen kan rijden. Of niet, meneer Pauw? Het is wel fijn dat je hier nog kan komen met de auto. Een aantal buurtbewoners hebben dat ook gewoon echt nodig voor hun werk. En als dat niet meer zou kunnen, dan jaag je die bewoners de stad uit. Dan wordt het een soort Venetië situatie, dat willen we absoluut niet. Maar het aantal mensen wat hier nu rondjes aan het zoeken is met de auto, daar worden we helemaal klotsknettergek van. En dat is helemaal niet nodig, want die mensen kunnen net zo goed in de parkeergarage gaan staan. De bezoekers dus van de stad. De stad die ligt aan het parkeerinfuus, wordt wel gezegd. Zoveel geld brengt het op. Ik geloof afgelopen jaar 166 miljoen voor de stad. Dat kan de stad niet missen. Wij als buurt zijn slim genoeg geweest om ons niet over de financiën verder uit te laten. Daar vinden we van alles over, maar dat houden we voor ons. Op straat moet je ongeveer 5 euro per uur betalen hier. Dat moet je ook in de garage. Dus aan dat geld komen we niet met ons plan. We zeggen alleen, maak een functionele scheiding. Zorg dat alleen maar bewoners, met of zonder vergunning, maar bewoners uit deze buurt hier nog kunnen parkeren. En dat mensen van buiten de buurt en toeristen als we allemaal in de parkeergarages moeten gaan staan. Namens de buurt, de hele buurt, dat de politici, de nieuw gekozen politici, zich ook in het woord houden van hun voorgangers. En dat ze echt serieus ons het plan willen laten uitvoeren. Te beginnen met een pilot, een proef in de binnenstad. Te denken aan de zuidelijke burgwallen. En dat zou fantastisch zijn. Dan kunnen we laten zien, zoals het in andere steden al langs bewezen is, dat je een heleboel zoekverkeer allemaal kunt voorkomen. Een heleboel afzettingen niet nodig zijn. Dat gewoon sowieso veel relaxter, veel makkelijker kan. Zonder echte afzettingen. Ik dank u wel.